Inspiratiecafé is ook gewoon weer een probeersel. En hoe is dat eigenlijk ontstaan? Een aantal van jullie weten dat we hier iets aan doen zijn, dat heet Permanent Beta. En Permanent Beta, daarmee proberen we eigenlijk een tegengestelde beweging te maken in wat we de afgelopen jaren hebben gezien in de maatschappij. Namelijk, zoals de maatschappij in elkaar heeft gezeten, is dat heel veel mensen bezig waren met waarde onttrekken uit de maatschappij. En daar heel veel geld aan verdienen. En wij dachten, als we nou eens iets gaan doen waar we gewoon beginnen met zoveel mogelijk waarde toe te voegen. En dan laten we geld en papier geen rol spelen, dan kijken we daarna wat er gebeurt. Nou, dat is heel grappig, want dan kun je allerlei dingen gaan organiseren. Hoef je je niet te verantwoorden over of iets wel of niet lukt. En als je dan ook nog eens een keer permanent beta noemt, dan is dat helemaal natuurlijk een geweldig excuus. Want dat betekent dat het nooit af is. Dus dat is lekker makkelijk. Als je dan, als iets fout gaat, zeg je, ja, van tevoren gezegd. Als er dan te weinig mensen komen of... dat is trouwens wel een leuk... Te weinig mensen is trouwens... Dank je voor de correctie, want dat kan helemaal niet. Dat is ook iets wat natuurlijk in ons hoofd zit. Dat pas iets geslaagd is als er heel veel mensen zijn. Terwijl aan de andere kant, als je diep in ons hart kijkt, gaan we altijd voor kwaliteit. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van ja, dan is het misschien juist goed omdat je met een kleine groep bent. Ook dat hebben we met Permanent Beta bedacht, dat we zoveel mogelijk kennissessies doen op allerlei gebied. En bij Permanent Beta gaat het dan, eigenlijk heeft het altijd wel ergens een technisch element. Bridging brains, tech and culture. Dus de slimme mensen, de technologische ontwikkeling die ons als ondernemer of als mensenmaatschappij verder gaan brengen. Maar dan vooral de culture staat voor het maatschappelijke deel. Het moet wel maatschappelijk relevant zijn. Daarbij hebben we eigenlijk tegen alle sprekers gezegd, ja, het mag niet uitmaken hoeveel mensen er komen. Dus het kan ook wel zijn dat er 2 mensen zijn. Het kan ook wel zijn dat er 100 mensen zijn. Maar dat geeft niet, want als het leuk is, dan komen de volgende keer weer mensen. En dan komen alleen die mensen die het echt willen. Nou, waarom dan Inspiratiecafé? Inspiratiecafé eigenlijk omdat we in dat hele proces merken dat er heel veel kennis is. Die ook handig is als ondernemers dat weten. Want ondernemers hebben de neiging om te ondernemen. Creatieve mensen hebben de neiging om dingen te bedenken. En ondernemers hebben de neiging om met iets aan de haal te gaan, om het verder te brengen. En dat is vaak wel een goed idee, omdat dan meer mensen er nut van kunnen hebben. Nou, daarnaast nemen we dan ook nog alles op. Dus, want we zetten alles op de website, dus dan bereik je ook nog weer veel meer mensen. En waarom dan Inspiratiecafé voor ondernemers en door ondernemers? Omdat we heel vaak businessclubs hebben waar sprekers komen. Of waar accountants komen die dan vertellen dat je goed moet boekhouden met dan uiteindelijk als doel dat je dat bij hun gaat doen. Nou, dat was dan niet het idee van Inspiratiecafé. Inspiratiecafé gaat dan juist alleen maar over wat kun je nou van elkaar als ondernemer leren. Wat we willen gaan doen is iedere keer 2 ondernemers vragen om een zeg maar niet alledaags verhaal te vertellen. En dan kunnen we daar kijken van, ja, hoe kan ik dat idee dan gebruiken voor mijn eigen business. Want heel vaak als iemand anders tegen een probleem of een stelling aankijkt, dan kom je op nieuwe ideeën. En dat kun je vaak niet in je eentje. En het is leuk als ondernemers dat doen, want die hebben er dan vaker wat mee gedaan. Mensen die ervaring hebben. Je komt genoeg mensen tegen met heel veel ideeën. Maar een ondernemer die iets heeft uitgevoerd, die heeft het ook gedaan. En dat is een van de belangrijkste eigenschappen die we de komende jaren, denk ik, met z'n allen moeten gaan tentoonspreiden. Doen. Frank is er één van. Dankjewel. En Frank heeft iets gedaan waarvan heel veel mensen denken dat het niet werkt. Maar ja, blijkbaar kan het wel. Met name met mensen waarvan ze zeggen, ja, die kunnen toch helemaal niks, joh. Al die jongens kunnen helemaal niks, sorry. Daar kun je toch een mooi bedrijf mee opbouwen en ook die mensen iets nuttigs laten doen. Frank. Ja, dat klopt. Misschien kun je daar wat over vertellen, dan ga ik lekker zitten. Ja? En dan gaan we lekker naar je luisteren. Ja? Oké. Okay. Mag ik zo'n bak pakken of niet? Zet ik wat dichterbij? Pak ik voor jou. Ja? Ik pak de bak. Past dan op de camera? Ja. Camera. Kijk eens. Ja, lekker, dankjewel. Ga je nou in één keer aan de chirurgie? Ja, ik pak één chirurgie. Eén chirurgie erbij. Maar is dat je leeftijd? Ja. Mijn naam is Frank Vissers. Ik ben van directeur van AC Amersfoort, Match en Blind. En
Maar dat gaat het verhaal is eigenlijk, wat Peter aangeeft, ik ben jaren geleden ben ik begonnen met een groep jongens, een zeer moeilijk groepbare jongeren, dat is een school voor speciaal onderwijs. En dat is een groep jongeren van 6 jaar tot, nou, toen in Amersfoort tot 15 jaar. Een school voor kinderen die, wat ik zeg, moeilijk gedrag vertonen. Dan gedragsmatig moet zijn dat ze naar school willen, dat ze de leerkracht bedreigen, dat ze iedereen boos zijn. ADHD heb je vaak gehoord, autisme. Allerlei type jongeren die op welke manier ook niet op hun eigen school kunnen blijven zitten, maar naar het speciaal onderwijs te moeten. Het zijn wel kinderen met een normale intelligentie, dus ze zitten niet samen. Ze zitten niet als gehandicapt uit. Maar ze hebben eigenlijk wel een soort van handicap. Want ze kunnen zich eigenlijk niet aanpassen in, aan de normen en waarden die wij stellen als maatschappij. Ik ben altijd groepsleerkracht geweest. En ik heb de kinderen gehad van 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar. Dus ik ben eigenlijk alle groepen doorlopen die er zijn, die er waren bij ons op school. Ik zou zeggen, die kleintjes vond ik het allermoeilijkste, de 6 jaar. Dus je moet je voorstellen dat je leerkracht bent in een klas met kinderen van 6 jaar die eigenlijk overal vol tegenin gaan. Dus als ik tegen een kindje zeg, je mag niet naar de wc, je moet even wachten, dan gaat hij bij wijze van spreken tegen de stoelpoot aan zijn klas. Het zijn het uiterste, maar hetzelfde dingen die allemaal gebeuren. Of als twee kinderen ruzie krijgen, dat ze een blokken gaan gooien, dat ze een teerlamp uit de klas gaan gooien. Of als ze ruzie hebben, dat ze via de ramen buiten gaan en wegrennen. Moeilijke doelgroep. Ik heb een paar kleine voorbeeldjes, dat kan ik wel een legio voorbeelden noemen. Langzaam ben ik in alle groepen gehad tijdens bij ons op school. Tot ik uitkwam bij de oudste groep. Want ik gaf al aan de jongste groep, was moeilijk, maar die oudste groep ook. Die 14, 15 jaar, die ook nog in de puberleeftijd zitten. En eigenlijk was er niemand die groep wilde gaan doen. Want lesgeven aan zo'n groep van die jongeren, dat is echt heel pittig. In het speciaal onderwijs is het wel zo dat de groepen die je hebt, dat die klein zijn. Dus je hebt geen groep van 30 kinderen, maar je hebt er maar 8, 9, 10. Dan zeg ik maar, dan heb je ook wel kinderen die heel pittig zijn. Die kinderen komen niet zomaar op de school. Ja, dat is makkelijk moeilijk. Niet luisteren, agressief. De randgroep jongen die je ziet, waar alle scholen zeggen, komt hij niet meer binnen, want hij heeft een leerkracht bedreigd. Of die heeft andere kinderen mishandeld. Of die is gewoon niet wacht. Wat voor een beetje van onderwijs? Nee, je zou het ook zo kunnen noemen. Ik noem het niet zo, maar het is wel zo. Uiteindelijk is het wel, nou, laat ik zo zeggen, het is wel de bovenvoorziening in Amersfoort die er is om deze kinderen in ieder geval nog onderwijs te geven. En te kijken of je via het onderwijs de kinderen terug kan krijgen in het reguliere onderwijs. Dus als je zo kijkt, dan is het wel een bodemvoorziening die er is. Afgekeurd, klinken, nee, dat is of ze dezelfde kunnen zeggen. Nee, dat is vaak heel vaak. Soms wel, of zit in de genen, dat zijn allerlei. Nee, kun je niks aan doen. Dus daarom zeg ik een bodemvoorziening om die kinderen te helpen naar toch een goede toekomst. Ik weet toen begonnen met die 14, 15 jaar, ben je goed gaan draaien, dan gaf ik alle vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde, gymnastiek, alles. Wat gebeurde er? We hadden de kleintjes en de grote hadden in één school zitten, in schoolgebouw, dat ging niet goed. En die grote die pakte die kleintjes en de kleintjes werden bang, die dagen werd die grote wel eruit. Dus dat ging het van alle kanten op, behalve de goede kant. Dus het werd besloten dat ik eigenlijk uit het schoolgebouw moest gaan, dat ik in een noodlocatie kwam te zitten met mijn groep jongeren, dat waren 12 en het groeide uit tot 20. Maar we kwamen in een noodgebouwtje met graffiti en een grote bende was het. En daar moest ik het gaan doen, dus daar moest ik jongens les aan geven. Dus eigenlijk werd ook daarin aangegeven, je hebt een hele moeilijke groep, maar je hebt ook een heel oud pand gezet, die jongens breken toch de boel af. De hooliganachtige types. Dus, ja. Dus ik kwam in zo'n pand te zitten en te veel was, kwam er in een wijk die ook helemaal vol zat met jongeren die niet naar school gingen. En die dat heel aantrekkelijk vonden, zo'n soort van buurthuis. En ik vroeg weer in school te zijn. Dat was lastig. Even niet saai. Nee, dat was helemaal niet saai. Dus als ik binnen een probleem met de jongen had, dan ging ik s'avonds naar huis, stond ze buiten stond ze op te wachten. Dan moest ik daar doorheen lopen en denk ik, oké, kijk hoe het afloopt. Dat is lastig. Hey, het gebeurt ook in die tijd, tegenwoordig is dat toch wel wat veranderd. We hebben ook fysiek jongens uit de groep moest zetten. En fysiek natuurlijk echt dat het gewoon, er waren vechtpartijen, jongens vochten. Ze wilden de groep niet uit, ze gingen niet luisteren. Het is toch een soort van apenrots waar je op zit. En dan wie daar bovenin zit, is uiteindelijk wel een beetje de baas. Dus je moet ook als leerkracht wel een beetje zorgen dat je daar bovenin zat. Dat je niet meer wat te zeggen hebt. Dan zal de jongens het vertellen in dat pand.
Dus nou, de gymlessen waren daar ideaal voor. Want de gymlessen kon je zelf voetballen leuk en een beetje boksen. Dus met gym kon je daar wel een beetje de energie bepalen. Een beetje lastig is de klas voor je. Tijdens de gym kon je het een beetje rechtsen. En die jongens vond het uiteindelijk ook wel mooi. Maar het waren zijn ook vaak de jongens ieder voor zich. Dus als er eentje te graag werd, gewoon door mij bijvoorbeeld, dan vond ze dat wel mooi. Dan moesten ze ook wel weer lachen als iets waren. Kijk, die meester die gaat wel op, die durft wel. Uiteindelijk had ik een hele grote groep en die groep groeide. Ik zit met die oudere jongens. Het was in ieder geval een opvang voor de jongens om les te krijgen. Want die was er voor de rest in Amersfoort niet. Dus dat was bij ons een mogelijkheid om dat te gaan doen. En die groep groeide. Maar ik zag dat die jongens wel de theorie moeilijk vonden om de hele dag door theorie te doen. Toen dacht ik van eigenlijk zou die jongens stage moeten gaan lopen. Als die jongens nou bij een leuk bedrijf stage kunnen gaan lopen, wie weet slaat het aan. Dus ik ben een jongen op stage gaan zitten en die jongens dat gaan doen. En die deed het hartstikke goed. En toen zei de andere jongens, dat is leuk, dat wil ik eigenlijk ook, want het heeft toch een bepaalde status. Ik zit niet heel erg in de klas. Want heel leuk in de klas zitten, 5 dagen in de week, daar word ik gek van, zijn die jongens. En hij mag lekker op stage. Dus ik wil ook op stage, ik wil ook een bedrijf hebben. En ik dacht, ik heb er 12 voor me zitten. En als ik er nou eentje weg, zo'n stukje rustiger, want als ik 2 weg zit op stage, dan heb ik nog een beetje rustiger. Win-win situatie noemen ze dat, hè? Ik vond het een prettige win-win situatie. Dus ik ging 2 stage doen. Ja. En 2, toen dacht ik, als ik 2 keer kan ik ook wel 3. Dus op een gegeven moment had ik een hele goede stage, een beetje. Dat mag niet zo te doen. Kijk, wat is het? Die doorlopen niet, hè. Dus ik had een scherp stage, dus ik kwam terug naar school. En er was ook een soortgelijke school, iets anders, die tegen mij zeiden, ja, wat plaats zijn die jongens makkelijk? Toen kwam ik uit een netwerk in Amersfoort en ik vond een koekpap. Ik voetbalde, ik tenniste, dus ik kende heel veel mensen in Amersfoort. En in mijn ogen is netwerken eigenlijk ook wel een beetje vrienden, nou, niet een beetje. Ik ga nooit netwerken omdat ik dan met bedrijven wil spreken, dat is natuurlijk interessant. Maar ik wil eigenlijk wel vrienden worden met die mensen van die bedrijven. Dan raak je bevriend, dan kun je wat voor elkaar doen. En ik had best wel een moeilijk product. In principe, moeilijke jongens plaatsen, best wel een lastig product. Maar aan de andere kant, wel gaaf. Er zijn wel leuke jongens en meisjes die je plaatst. Als je uit kan leggen wat er aan de hand is, hoe het komt, hoe ze zo zijn geworden, of waarom ze zo zijn, hoe ze reageren, is dat heel gaaf om die jongens aan het werk te krijgen. En dan te zien ook dat het lukt. Dus wat gebeurde, ik kreeg steeds meer jongens, kreeg steeds meer plaatsen. Alleen op een gegeven moment was ik alleen maar aan het plaatsen, jongens plaatsen, meisjes plaatsen in bedrijven. Terwijl ik ook af en toe als iemand keek en ik dacht, als ik die nou in een bedrijf plaats, dan plaats ik echt een probleem in het bedrijf. Want hij is bloot, hij is diefstalgevoelig, of zij. Of ze komt toch nooit opdagen. Ik denk, dat zijn toch wel een paar factoren die wel heel lastig zijn om te plaatsen. Ik vertel het die bedrijf al eerlijk, als ik kwam, niet de eerste keer, maar trouwens moet je aanvoelen. Hè? Dat vertel ik wel, want dan weet je dus ondernemers allemaal wel hoe je moet met de klant omgaan. Dus wat vertel ik wel, wat vertel ik niet, of wanneer ga ik het langzaam duidelijk maken, maar zo, wel zo dat het gewoon reëel is. Dus ik had heel veel jongens geplaatst, dat ging allemaal vanuit de school. Ik had ook collega's erbij gegeven, in het begin deed ik dan mee dat ik mensen over mij gingen assisteren met het plaatsen van jongeren en het begeleiden. Want wat we al zeiden, we plaatsen bij jullie, maar we begeleiden ook heel intensief. Dus als er een probleem is, dan bel je mij, dan bel je ons en op de dag zelf komen we langs, een uur later. Dat is toch een diefstal. Hij doet zijn huiswerk niet. Hij heeft een grote mond. Of als het heel goed gaat, dan komen we ook. We komen altijd gewoon. Wij coachen die jongens. Het is onze verantwoording. Dus wij zijn om het met elkaar te doen. Dus dat was een aparte gedachte in het onderwijs. Het onderwijs was natuurlijk altijd wel een gedachte. Maar wat zeg je? Je begint om 8:30 op de les. En om 4:30 ben je klaar. En dan zit de dag gechargeerd. Maar je zit de dag erop. Ik zei altijd, een jongen begint in de bouw, tot om 7:00. Als hij er niet is, moet die eigenaar of die het bedrijf met mij kunnen bellen dat hij er niet is. Want ik heb gezegd dat ik zorg dat hij er komt en dat ik het oplos. Maar als ik tot 6:00 in de winkel heb lopen, dan moet ik ook zorgen dat om 6:00, als er dan wat gebeurt, of dat ik ook om 6:00 bereikbaar ben. Dus ik was ook de eerste leerkracht in Nederland die met een mobiele telefoon kwam, zo'n grote koelkast. Ik weet echt dat iedereen uitgelachen in de school, wat ga jij doen met een mobiele telefoon? Ja, dat was het begin van de telefoon, denk ik.
het begin. Ik vind het jaar niet groot. Ja, dat is alles zo. Het onderwijs loopt wel al 10 jaar achteraan. Ja, dit verhaal is ook de afgelopen 15 jaar. Het is niet ja, nee, 1997. Oké, oké. Ja, 1997, 1998. Zo'n beetje ben ik met stage begonnen. En dat ik al in het onderwijs zit, is al 25 jaar. Met die jongens. Dus, door de telefoon kon ik dus heel veel gericht met bedrijven. En ik kon dus ook met jongens op stage, want ik was heel makkelijk bereikbaar. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van het probleem dat ik net aangaf met de jongens die ik zomaar plaats, omdat ik eigenlijk de jongens goed heb kunnen trainen om ze te plaatsen. Dan had ik eigenlijk een arbeidstrainingscentrum voor nodig, vond ik. Dus ik ben naar de gemeente gegaan, ik heb tegen de gemeente gezegd, ik zou dan een arbeidstrainingscentrum neer willen zetten. En daar gaan we die jongens trainen op arbeid en daarna kunnen ze door naar een bedrijf. Wel op de reactie die kwam, ja maar dat kun je ook met de sociale werkvoorziening doen. Dus ja, dat kan. Dan heb ik ook gevraagd of die dat met mijn jongens willen doen. Zeg maar, die hadden wel zoiets van, ja, jouw jongens zijn wel dusdanig druk en die veroorzaken zoveel ruis bij ons binnen onze locaties, dat we dat niet, ja, dat hebben we liever niet. Een keer eentje is goed, maar een groep of meerdere, die allemaal tegelijk komen, zo, dat liever niet. Ik zeg, dan ga ik het zelf doen. Als jullie willen, ga ik zelf zo'n oude trainingcentrum neerzetten. Ja, dat moet je doen. Ik ben in de gemeente, graag in de gemeente, we hebben een probleem. We hebben jongeren in Amersfoort die bij mij op school zitten. Die ik in het bedrijf wil plaatsen, dat kan ik niet. Maar als ze zo'n 14, 15, 16, ze komen geen meer aan het werk. Dus zou die mee willen doen? Nou, de gemeente zei, we willen wel meedoen, hartstikke mooi initiatief. Maar waar kom je bij ons? Wij zijn onderwijs. En wat jij wil opzetten is arbeid, is werk. Dus je moet aan de andere kant van de gang zijn, bij de wethouder van sociale zaken. Want wij zitten, daar hoort het eigenlijk thuis. Dus ik ga gang lopen, sociale zaken, hetzelfde verhaal vertellen. Die zei, wat kom je doen? Je moet aan die kant staan, daar zit het onderwijs. Ik zei, ik wil dat jullie samenkomen. En dat was lastig in het begin om die twee samen aan tafel te krijgen. Dus dat je wat lobby nodig en dat mensen links en rechts gaan trekken en duwen. Dus kreeg ze samen, kreeg ze aan de tafel, plan uitgelegd en ik had bedrijfsleven bij me. Dus ik had mensen bij me die hadden gezegd, als jij het voor elkaar krijgt om naar een steuncentrum te beginnen, dan leveren wij jouw werk. Want je moet niet de hele dag met die jongens gaan vegen. Dus dan kun je van ons houten, ga je houten planken zagen, je gaat systeemplafond, haken ga je maken. Je gaat impactwerk doen. Wij zorgen dat het hok waar jij gaat beginnen, dat gooien wij gewoon, dat gooi je gewoon vol. Dus jij kan werken met die jongens. Dus nou, dat was dus voor de gemeente wel heel erg belangrijk. Plus, en dat wil ik zelf ook heel graag, ze zeiden je moet het niet alleen voor je school gaan doen. Als je alleen maar voor je school op gaat zetten, dan vinden we te weinig om daar een subsidie voor te geven. Dan moet je het gaan doen voor alle uitvallende jongeren in Amersfoort en omstreken. Die bij jullie passen, die moet je kans geven. En die moet jij helpen aan de arbeidsmarkt. En het liefst met een opleiding erbij vanuit het ROC. Dat lijkt me een goed plan. Daar ga ik voor. Er is een subsidie al binnengehaald door de gemeente. Ik denk, dat is een beetje te weinig om het plan te beginnen. Dus moeten we nog een subsidie bovenop hebben. We zijn naar de provincie gegaan, hetzelfde plan. Maar heel enthousiast, die zeiden, het zou eigenlijk landelijk, voor deze doelgroep, zou het landelijk moeten worden uitgerold. Dat zou helemaal geweldig zijn. Ik heb hetzelfde dag erbij dus. Ik stond bij de proefarmsoort, ik heb een biertje erin. Ik denk, nou, dat moet heel gezellig worden. Toen zat ik met een aannemer te praten. Toen zei ik, stop ermee. Mijn pand is leeg, dus kom in mijn pand. Ik zei, dat is goed. Toen zei ik, van de ene jaar naar de andere had ik ook een pandje waar ik kon beginnen. En toen zijn we begonnen met AC Amersfoort, met het arbeidstrainingcentrum. De jongens kwamen, gingen aan het werk. Eenvoudig werk en dat gebeurde op een gegeven moment dat ik aan alle kanten kreeg een doelgroep, maar eigenlijk was het heel lastig, de dieren kwamen bij mij binnen, maar die konden niet op mijn school komen. Want ik heb, wat ik je vertelde, een speciaal onderwijsschool en die school, daar moet je voor worden geïndiceerd om op die school te mogen komen. Dus aan de psycholoog naar je kijken, en de arts gaat naar je kijken, maatschappelijk werk, om te kijken of je op die school thuis hoort. Dan zit ik een bepaald budget zit daaraan en zo'n jongen moet daar ook wij passen bij die school. Dus toen kreeg ik vanuit allerlei kanten kreeg ik andere deelnemers. Ik dacht, ja, hoe krijg ik daar ook geld bij om die begeleiding te regelen? He, want ik moet daar coaches in zetten. Ik denk, hoe ga ik dat doen? Toen was ik al wel zo verstandig geweest om niet met alleen maar onderwijsmensen te werken, maar ook met mensen uit het bedrijfsleven. Ik wilde proberen, want ik kom zelf ook in het onderwijs. Ik wil proberen om met wat zakelijke inslag dit te gaan draaien. Ik heb mensen ook in de standpunt van zaken doen van ja, gewoon een andere kijk naar een school, naar gewoon hoe zet ik een bedrijf op.
Gisteren heb ik iemand aangenomen en die zei, oh ja, nee, dat is Lottie. Die komt uit de makelaardij. En die begon met mij als stagecoach, jobcoach. En ik zei tegen haar van, hoe zouden wij nu verder kunnen gaan, niet in de school, maar wat moeten we nou doen om dit verder op te gaan zetten? Nou, toen zijn we toen gekomen om een jobcoach reintegratiebedrijf te beginnen. Een jobcoach reintegratiebedrijf heeft dus niets met school te maken, maar dat is een bedrijf waar jongeren aangemeld kunnen worden door de gemeente of door het UWV. En die leveren dan die plaats en deelnemen, die vragen of wij een deelnemer willen begeleiden, bij ons te werk voeren en daarna binnen een bedrijf. Doordat we een jobcoach reintegratiebedrijf begonnen, konden er dus heel veel deelnemers bij ons binnenkomen. Want van alle kanten konden ze binnenkomen. Want we hadden geen drempel meer, omdat we alleen op school waren. Nou, toen zijn we dus begonnen met AC Match. En we zijn gewoon naar scholen toe gegaan. Als jullie jongeren hebben die uitvallen, kun je ons bellen. Die kunnen wij begeleiden. Dus die mogelijkheid bestaat. Het loopt ook via het UWV. En dat is eigenlijk wel een schot in de roos, want wat gebeurde er? Onze jongens liepen stage. Onze jongens kregen een arbeidscontract. Maar als ze een arbeidscontract kregen, moesten wij vanuit de school afscheid van ze nemen. Want wij mogen niet werken met jongeren. Het zijn allemaal regeltjes, maar wij mogen niet werken met jongeren die een arbeidscontract hebben. Vanuit ACA en school. Het is een school. En op die school is het gewoon zo geregeld. Bij wet is dat geregeld. Dat mag gewoon niet. Krijg ze een arbeidscontract, moet je afscheid van nemen. Dan haalde ik dus altijd een jobcoachbedrijf erbij, die dan die coaching over ging nemen. Een heel vreemd jobcoachbedrijf belde op, wil je het overnemen? En dat wilden ze wel, maar ook weer een beetje niet. Want ze vonden altijd wel dat het een lastige doelgroep die jij hebt om niet te jobcoachen. En daar scoren we niet altijd even goed mee bij het UWV. En ja, uiteindelijk moeten we scoren om onze financiering te krijgen via het UWV, via de gemeente. Dus heb ik al tegen die jobcoachbedrijven gezegd, nou weet je wat, ik ga het zelf dan doen. Maar wil je wel een paar mensen van mij leren hoe je moet jobcoachen? Zodat ik een stagecoach. Dus goed zijn ze. Dan leer jouw mensen dat vak. En dan kun je die zelfs die projecten die je hebt, mag je meenemen. En dan heb jij je jobcoachbedrijf. Ondertussen had ik de hele achterkant allemaal georganiseerd. En toen zijn we met Match ook begonnen. Toen hadden we in AC Amersfoort, hadden we al, ik denk, 120 leerlingen op een leerlingenlijst. Ik ben voor een gedeelte met de schooldirecteur van AC Amersfoort. Maar we deden ook voor alle moeilijk houden scholen, dat zijn 12, van Hilversum tot aan Ermelo en Amersfoort. We deden ook alle stages voor. Dus we deden voor alles een beetje 170 jongens hebben we op stage lopen. Dat kan één dag zijn, dat kan twee dagen zijn, dat kan ook een hele week zijn. En dat koppelen aan ROC-projecten. Dus we kunnen ook allemaal nog een diploma halen via het ROC. Dus een hele intensieve samenwerking met het ROC. 170 jongens, toen kwam AC Match erbij en daar kwam dus een jobcoach trekken. Dat waren de jongen die doorstroomden vanuit de school of die van buitenaf kwamen. En dat is binnen drie jaar, is ook gegroeid naar even groot. Ik denk 150 deelnemers nu. Dus ik praat over tussen 300 en 400 leerlingen en deelnemers. Zo groot is het ondertussen geworden. Dat hebben we heel dicht bij elkaar aangezet, dus we zitten in hetzelfde gebouw. Het leuke ervan is dat we kantoorruimte hebben, maar de achterkant, wat ik vertelde dat we allerlei werkzaamheden deden, zoals planken zagen, dat is gewoon een professioneel bedrijf geworden. Ik heb daar mensen aangenomen die heel goed met die jongens konden, maar die ook zeiden, alleen planken zagen, laten we zo mooiere dingen maken. Laten we zo'n ding waar de tap op staat bijvoorbeeld, zo'n kastje, die kunnen we even stijgenhout op maken. Of laten we bankjes gaan maken. Nou, we zijn nu zover dat we voor particulieren en voor bedrijven maken. Van bank tot tafel, hele inrichtingen. We richten zelfs winkels in. Waar ik niet aan ben, waarom kunnen jullie dat wel? En bijvoorbeeld Amfors niet? Je speelt het toen, hè? Moeilijk groot bedrijf, gewoon geld bij. Ik weet niet of Amfors het niet kan, maar wat wij doen het anders. Wat doen wij anders? We hebben van begin af aan gezegd, als we een jongen krijgen, dan zetten we zo snel mogelijk bij een bedrijf aan het werk. Dus we gaan niet eerst een onderzoek doen en testen en nog een testen en we houden heel lang op de bank. Nee, we plaatsen direct op de werkvloer en vanuit die situatie gaan we kijken wat de persoon nodig heeft. Dus die al wel van de bank af thuis en is hij aan het werk en dan zorgen we dat hij vanuit die situatie doorgaat. Dus
heel klein verschilletje maar. Dus het verschil is alleen eigenlijk maar dat ik niet thuis laat zitten en dat ik dan test laat doen. Maar ik zet hem aan het werk en dan ga ik de testen doen. Dus vanuit de situatie dat je dus niet meer niks doet. Dus dat is een wezenlijk verschil. Ik heb door de jaren hebben wij wel de expertise op die doelgroep. Dus ik heb mensen aangenomen vanuit justitie die in de gevangenissen werken, die dus goed met die jongens kunnen werken. Dus ik ben echt gaan selecteren op mensen waarvan ik dacht, die passen goed bij onze doelgroep. Want we zijn ook echt een integratiematige. Psychiatrische jongeren zijn we blijven zitten. We zijn geen uitstappen gaan maken naar Mongooltjes of zo. Dit is ons doelgroep, hier zitten wij op. Ik heb een vraag, want het verhaal gaat in mijn hoofd alle kanten. Ja, ja. Je hebt aan de ene kant de school en de maatschappij waar die jongens vandaan komen. Ja. En aan de andere kant die bedrijven waar ze uiteindelijk terecht komen. Wie zit daar tussenin met een bedrijfje? Met de school. Want je hebt het over arbeidstraining. Ja. En dat is een soort vervanging van stage of van in bedrijven leren ze ook. Ja, daar leren ze wel het vak leren ze daar. Je moet het eigenlijk zo zien. Het is een moeilijke schakel, een voorbereiding. Voorbereiding voor na de arbeidsmarkt toe. En dan met name in de oudste leeftijd, wat zijn 9 tot 16? Ja, vanaf 16 jaar. Vanaf 16. En er zit gewoon een school in. Ja. Je moet zo zien, we hebben 12 scholen met schoolgebouwen. En onder al die scholen. Ze kunnen allemaal, die leerlingen leren gewoon, die kunnen allemaal door naar school. Naar ROC toe, die kunnen naar MAVO toe, die kunnen naar HAVO gaan doen, als ze eraan kunnen. En daaronder hangt een arbeidstrainingscentrum. Dat is gewoon een locatie, een gebouw. Dat is jouw spelletje. Dat is mijn spelletje. Dus ik ben de schooldirecteur zonder schoolgebouw. Ik heb een arbeidstrainingscentrum, ik heb een loods. Je hebt allemaal mooie gereedschappen waar je dingen kan maken. Het grappige is, ik zie je... jou eigenlijk veel meer als ondernemer. Want je doet namelijk dingen. Ja. Dus je ziet een situatie en daar acteer je op en dan ga je wat doen. En dat is nou precies een ondernemer die onderneemt. Dus daarom, waarom heb je op de eerste situatie een schooldirecteur zitten? Ja, dat is niet mijn, gevoel bij. En ik ben de eerste keer dat ik jou het verhaal hoorde verteld, dacht ik, kijk, dat is nou mooi. Dat is nou precies een groep mensen of een branche of een gegeven. Heel veel mensen zeggen, dat moet je niet aanzien, dat is moeilijk, dat is lastig, daar kunnen we niks mee. Maar je kan er zelf veel mee. En intussen hebben jullie nu 2 bedrijven eigenlijk. Ja. Je zit met 300-400 leerlingen in. Dan ben je wel bezig om iets te veranderen. En dat is wel mooi. Ik krijg het idee dat het voornamelijk een wachter zijn die zoiets anders meegeeft. Is dat zo? Dat zit het ook in de techniek? Ja, het is een goede vraag. Eigenlijk maakt ons dat er niet uit. Wij zitten eronder. Ja. Wij leren jongens werken. Dus gewoon de basale werknemersvaardigheden aanleren. Of dat nou met hout is, of inpakken, of met metaal, of montage. Eigenlijk moeten ze alles mee oppakken. Ja. Als ze alles mee oppakken, dan zijn ze toen in staat om gewoon te werken en naar een baas te luisteren. En opdrachten uit te voeren. Zou je jongen blijven, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is wel, hè? Ja, dat hoort bij hem. Oké. Dank je wel. Dat werk wat jullie doen. Ja. Is dat ook in opdracht? Of ja. Is dat gewoon om ook alleen maar... Nee, echt een opdracht. Echt werk. Dus okay, stel dat jij in je tuin een beetje lege tuin hebt, dan denk je wel een leuk bankje neerzetten. Dan bel je ons en dan kun je bij ons komen kijken, want die jongens maken het ook. Dus kun je een tekeningetje nemen, dan maken die jongens voor jou een heel mooi bankje. Dus dat kan. Maar het kan ook als een horecagelegenheid, met de gezelligheid door en daar, zoals je zit, hebben we het hele kras voor gemaakt. Dus dat kan ook. Dus net dat de vraag is van een bedrijf of van een particulier, die zegt, nou, zo zou ik willen hebben. Er komt inmeten, de jongens moeten ook mee meten, dus die gaan dan ook meteen met klanten om. Dus je hebt ook een verkoopje in heel Nederland erop gebruikt? Amersfoort en wel een relatiebeheerder ook, om het schetsen te hebben. Er zijn heel veel ondernemers die zeggen, dan, ja, maar dat is valse concurrentie. Ja, we hebben daar gewoon de prijs mee. Moet je ons ook gewoon betalen voor de stijgende houten meubeltjes, betaal je ook gewoon een normale prijs. Stel dat iets goedkoper is, dan heb je ook wel een nadeel. Als jij zegt, ik moet volgende week hebben, ja, dan zeg je, ja, dat kan misschien niet. Dat kan wel zo over 3 weken zijn of 4 weken. Ongeveer. Ja. Als die jongen ruzie maakt... Dat is bijna normaal aan het leven ook zo. Wat ik daarmee wil zeggen is dat die jongeren moeten het maken.
En ik wil niet dat ik, als we naar huis gaan, de jongens gaan naar huis, dat wij als volwassenen, wij de begeleiders, wij de mailtjes in elkaar staan te schroeven. Dat is niet de bedoeling. De jongens moeten maken. Als er een conflict komt, hij is boos, wij willen niet, hij loopt weg of wat er ook gebeurt, hè, want dat gebeurt bij onze jongens, ja, dan ligt dat proces stil. Dat is ook lastig, hè? We zitten altijd in die... Peter wil mij stoppen, maar dan zei ik denk van laat ik hem inkoppen. Ik ga hem inkoppen, ik ga deze inkoppen. Wat was de vraag nog een keer? Ja! Dat moet je wel helder. Ik vertel hem nog niet, ik denk, misschien hoor misschien. Wat nou, want jij zegt heel leuk, ik wil een jongen in mijn bedrijf hebben, maar ik zit toch nog wel eens van mijn tijd en ik wil hem niet zelf aannemen. Wat dan? Ja, toen zijn we een DTC-bureau begonnen. Afgelopen jaar. Dus eigenlijk de derde tak. Dat betekent dat wij met het bedrijf afspreken, want het bedrijf zegt, ik vind al een zorg om deze jongen, of ik durf hem niet aan, stage niet goed. Wat ze nou bij mij gaat werken, moet ik me gaan betalen en gaat het dan nog steeds goed? Nou, wij zeggen, nemen wij het risico, nemen wij mijn dienst, half jaar. Maar dan wel met de afspraak, als het goed gaat, dan dat je hem gewoon overneemt. Dus dan gaan wij het bedrijf met zorgen. En dan loopt het via Blinkt, zo heet het. En daar zijn we mee begonnen afgelopen jaar. We hebben al een aardig groepje jongeren hebben daar aan lopen. Die het eigenlijk heel goed doen. Maar ook jongeren bij waar het iets minder goed mee gaat. Die af en toe eens uitvallen. Dat heeft het gewoon uit zijn bureau ook. Hè? Maar dat gebeurt bij ons ook. Wat daar ook nog bij gebeurde. En dan mag ik het heel lastig maken. Dit. Dat kan inderdaad. Ja, dat mag ik even. Nee, wat daarmee is gebeurd is we hebben die jongens die gingen plaatsen, die gingen detacheren bij verschillende bedrijven. Maar die bedrijven zeiden, hartstikke leuk dat jullie doen. Dan heb je ook een dame van een jaar of 30 die hier bij mij de administratie kan doen, of die de telefoon kan doen. Ik zei, nou, dan kan ik kijken of wij die hebben. Dan ging ik rondkijken en zei, ik heb er niet. Hij zei, maar kun je niet eentje regelen, want dan hebben we er een van jullie die wat moeilijker is. Maar daarnaast geef ik je ook de kans om een niet moeilijk iemand te plaatsen. Ja. Het leuke, daar is over nagedacht, dat is het slim van het bedrijf. Die dacht daar goed over na. Hij zei, ik vind het concept dat jullie hebben, school, reïntegratie en detacheren. Hij zei, die met een moeilijke doelgroep. Je krijgt bezuinigingen dadelijk op reïntegratie, bezuiniging, speciaal onderwijs. Hij zei, nou ben je met Blink ben je eigenlijk geld uit de markt aan het halen bij de bedrijven. Want je vraagt aan ieder uur dat iemand ergens werkt, vraag je een beetje extra. Hij zei, als ik daar dus gewoon aan meedoe en ik doe ook een goede, een betere aannemer, waar jij zekerheid hebt dat blijft lopen. En jij gebruikt het voor jouw hele concept, je financiën. Hij zei, dan ben ik eigenlijk ook een ambassadeur, los van dat ik het misschien niet een hele moeilijke neem, maar ik betaal mee aan jouw hele concept. Ik zei, nou, dat is een hele slimme. Dus eigenlijk op die manier zijn er al mensen omheen gekomen om onze groep. Ik ga ook een bedrijf voor beginnen, want dat is een hele geleerde klant van ons. Want ja, iedere keer als je een bedrijf begint. Ja, dat is een. Daar wordt de spreker. Ja, zo zit het. Dat is een verleden taal. Dat is Blink. Graag. Was dat. Dat is achter mijn vraag. Zijn er nog vragen, anders gaan we een hapje doen? Ja. Nee? Ja? Even kunnen we natuurlijk gewoon doortretsen. En dan gaan we straks naar iemand die... Dat is echt een heel grappig verhaal. Die verkoopt een spijkerbroek voor 200 euro. Dan mag je hem een jaar dragen. Dan leef je hem na een jaar leef je hem in. En dan krijg je 300 euro in waarde terug. En dan gaat hij vertellen dat het als ondernemer dat je daar ook nog winst gaat kunnen halen. Dus we gaan straks doen. Hey Frank! Lieve mensen, ik hoop dat het smaak of gesmaakt heeft. Misschien zijn jullie al toe aan een lekkere koffie. Of wil je er nog heel even op wachten? Nou, dat klopt. Of wil je nog een plaatje bij? Zeg het maar. Nee, jullie zitten nog goed? Oké. Okay. Voordat ik onze volgende ondernemer aankondig, wil ik heel even een kort verhaaltje vertellen over iets wat ik zelf in ieder geval heel inspirerend vind. En dat is het verhaal van Tony Shaver Zeppo's.
Dus als je wel eens denkt als ondernemer, ik vind het ook wel eens leuke boekjes lezen waarvan ik denk, daar kan ik als ondernemer wat mee. Het is wel een mooi verhaal. Ik kan ook gewoon het verhaal in heel kort vertellen wat ik boek niet heb gelezen. Is ook handig. Doe maar. Tony Shea heeft geschreven, dat heet Delivering Happiness. En waar gaat het over? Het is eigenlijk heel simpel. Tony Shea heeft Zeppos.com opgezet. En Zeppos is een online schoenenwinkel. Is heel groot. Is vorig jaar aan Amazon verkocht voor 1,2 biljoen dollar. Dus dat is best veel. Toch? En hoe heeft hij dat bedrijf geld gemaakt? Dat is wel mooi. Het probleem was, zeg maar, het marketingbudget was op. En toen waren de doelstellingen nog niet bereikt. Nou, dat is lastig. Dat hoor je wel vaker van mensen. Ja, ik ga een nieuw product introduceren. En winst stoop ik niet. Ik heb geen marketingbudget meer. Wat nu? Maar wat deden zij nou? Ze hadden wel hele goede klantenservice. Daar hadden ze echt een nummer op. Daar waren ze echt heel goed in. Dan hadden ze iets van, als we nou eens die service die we bieden, als we daar nou eens nog veel meer bovenop gaan zitten. En daar ons aller belangrijkste item in de hele business van maken. In onze eigen business. En dat heeft zo goed gewerkt, want mensen gingen dat nu tegen elkaar vertellen. Want er bestaat zoiets als internet, dan heb je review sites op. En als iemand dan echt wat koopt, dan zeggen ze van, hey, dat is een leuke winkel, een goede service, noem maar op. En had een paar dingen gedaan. Hij had namelijk gezegd, als je schoenen koopt, en je denkt na 320 dagen van, ja, zit het toch niet zo lekker, maar als je gewoon terugstuurt. Dus iedereen zei van, ja, dat ga je niet doen joh, dan koopt iedereen schoenen. En dan gaan ze een jaar vragen en dan mag je ze terugbrengen. Ja, dat doet natuurlijk niemand. Misschien een enkeling. Maar de equivalent van wat het aan marketingwaarde opleverde, was het veel groter dan die paar schoenen die hij terug kreeg. Hij was ook de eerste die begon met van, als je iets koopt, die vind je leuk, stuur je terug, betalen wij de centkosten. Geen probleem. Wil je nog een keer? Nog een keer, nog een keer. Wil je twee tegelijk? Moet twee tegelijk, maakt me allemaal niet uit. Dus wat hij deed, alle drempels die er normaal gesproken zijn als consumentendienst, die kopen die dan niet weg. En vervolgens gingen ze de meest belachelijke service leveren die er was. Namelijk, als je normaal gesproken, als je een callcenter hebt, hè, waar je naartoe belt, die ken je wel eens, je hebt wel eens ergens naartoe gebeld, en je dacht van, ik heb het gevoel dat ze me niet echt willen helpen. Dat klopt. Dat waren ze ook niet van plan. Die mensen hebben namelijk, die hebben namelijk een belscript. En het belscript staat, als klant zegt dit, dan dat. En als je dat zegt, dan kijk maar hoe je er vanaf komt. Dan zit je bij de eerste lijn. Als je bij de tweede lijn zit, dan het al beter. Ja, de tweede lijn zit al beter, maar dan moet je wel al een beetje geduld hebben. Ja, dat is waar. Ja. En zij dachten van, dat gaan we precies andersom doen. Want als wij, wat het hele leuke was van Tony, die ging het wel anders gedaan. En die zei namelijk van, als ik nou een bedrijf heb wat online dingen verkoopt, dan moet ik dus het echte contact met mijn klanten moeten koesteren. Dus iedere keer dat er iemand belt, moet ik denken, wauw, we hebben mijn klanten een telefoon, dat is gaaf. Dus we gaan mensen niet beoordelen op de hoeveelheid calls die ze doen per dag, maar we gaan ze beoordelen op de kwaliteit van de calls. En ze hebben zelfs de lengte van de calls gevierd. Dus op een gegeven moment was het een call van 8 uur, en het ging allemaal een feestje. Nou, er staan allemaal hele leuke anekdotes hierin. Onder andere, bijvoorbeeld, betaal, pay brand new employees $2,000 to quit. Als nieuwe medewerkers zijn en die komen in het callcenter, dan zegt de manager, hey, $2,000 als je voor het eind van de week stopt met je werk. Normaal zeg je, ik krijg $500 als je goed je best doet. Nee, $2,000 als je stopt. En waarom? Ze willen alleen maar mensen hebben werken die 100% geloven in de cultuur van dat bedrijf. Dus zij zeggen nu ook delivering happiness. Het enige wat we doen is tevredenheid. Eigenlijk happiness verkopen. En ze zijn nu zover dat ze echt helemaal geen zak meer uit hebben wat ze verkopen. Sterker nog, ze hebben nu een academy waarin ze heel veel geld verdienen door dit verhaal te vertellen. Dus dan mag je €2,000 of dollar betalen en dan moet je erheen verdienen en dan mag je een dag rondlopen. Nou, kijken hoe ze dat doen. Maar, oh, wauw. Wow. Nou, heb je geld? Nee. Dus dit is leuk om te zien hoe je, zeg maar, eigenlijk gewoon met datgene wat je zou moeten doen, namelijk gewoon een hele erg goede service bieden. That beats marketing, eigenlijk. Daar komt het neer. Zeker in een wereld waar iedereen met elkaar loopt. Eigenlijk zoals het ook moet zijn. Eigenlijk zoals dat moet zijn, dankjewel Peter. En dat vind ik, er is iemand hier die is daar nog verder in gegaan, dat is Bob. En Bob die gaat dat verhaal vertellen van die spijkerbroek. Bob die verkoopt hele mooie spijkerbroeken. Nou kom ik oorspronkelijk uit de retail, uit de kleding. Ik ken Bob ook al heel lang. Heel lang, maar echt heel lang. Bob had ook haar.
Zijn lang geleden. Bob, kennen jullie misschien van de winkel in Hoogland, Best Friends, een hele mooie winkel. Is hij dat de Bob? Dat is de Bob. Met die prachtige foto's. Ja. Wauw. Ja. Kees woont in Hoogland, dus we weten dat. Het is leuk, want op de tassen van als je bij Bob iets koopt, dan staat er Paris, New York, Hoogland. Briljant, dat is geloof. En Bob die doet wel gave dingen, die rijdt de hele wereld af en die denkt gewoon, weet je wat, ik doe gewoon lekker mijn eigen ding en ik heb gewoon de mooiste spijkerbroeken van de wereld. En dan gaat hij iets, een heel grappig verhaal over vertellen en ook weer heel tegen de raad, maar het kunnen we wel de inspiratie uithalen. Oh ja, pak ja, het zo. Het is nou een inspiratiecafé. Oh ja, daar zit wel drank bij. Ja, oké, okay, tuurlijk, ja. Toen Peter mij vroeg om een verhaal te vertellen over dit project, toen zei ik tegen hem eigenlijk van, joh, ja, dat is voor mij heel leuk, maar is het niet interessant? Hij zei, ja, wil ik, kom doen. Nou goed, omdat jij zegt, doe ik dat. Ik zal een beetje een geschiedenis vertellen over, ik zal heel kort eigenlijk over wie ik ben wat ik doe. Ik ben Bob van Rijnders, ik ben begonnen 17 jaar geleden met een winkel in Hoogland. 100 vierkante meter. Daar, dat was in de tijd van, ook de crisistijd eigenlijk, eind 95, begin 96, dat was geen goede tijd.
mensen vertaarden me vergek, want ik ging een winkel beginnen met Zwijkbroek in een dorp waar geen dode paard langs kwam. Nou goed, ik begon daar. Na 3 jaar ging ik van 100 meter naar 300 meter. Van 300 meter is dat op dit moment 600 meter. Story continues. We zijn gegroeid tot een regionale winkel waar we niet, zeker geen, kan niet alleen een hoog loon moeten hebben, want dat is 10% van onze klantenbestand. Die bestaat uit ongeveer 15.000 klanten ingeschreven klanten. En klanten komen eigenlijk over de hele regio tot en met Amsterdam, Utrecht, maar ook uit Maastricht komen ze vandaan om de winkel te zoeken. Dus dat maakt het concept heel leuk en bijzonder. Het verhaal waar Peter op doelt is, ik kom heel erg uit de blauwe wereld, de jeanswereld. Ik heb in Nederland nooit jeans geïntroduceerd als agent, mijn compagnon destijds. Ik heb gewerkt voor bepaalde jeansfabrikanten als sourcer. Dus ik sourcede, ik ging de wereld af voor tweedehands om inspiratie op te doen voor de designers om nieuwe collecties te maken. Dat heb ik tot voor kort gedaan. En toen dacht ik van nou, de tijd is gekomen om mijn eigen merk te beginnen. Best of Brands, dat gaat voor Bob. Zo kwamen wij op Butchers of Blue. Butcher, slager, slager van blauw, heel simpel. Iedereen koopt dus een boek, die wordt uit, gaat kapot. Dus je slacht een broek, slager van blauw, Butcher of Blue. Dat concept, daar zitten we ook in dit proces zitten wij middenin. Hoe ga ik nou mijn eigen boek promoten aan de Nederlandse jeanswereld? Bij Nederland, als je het een beetje gevolgd hebt de laatste tijd nieuws. Wij zijn een groot jeansland. Wij hebben een grote jeansexport. We hebben een jeansstaat wat meer dan 19 miljoen euro doet in de wereld. Dat is een gigantisch bedrijf, een Nederlands bedrijf. En wij hebben de hoofdkantoor van Tommy Hilfiger in Amerika zitten, gevestigd in Amsterdam. En nou ga zo maar even door, want wij zijn echt wel een blauwe stad als Nederland. Als stad van stad. Wij dragen de meeste spijkerbroeken. Wij dragen per hoofd van de volk een van de meeste samen met Scandinavië. Maar wij zaten vroeger tot vast in Scandinavië. Ja, het is allemaal een beetje, het is allemaal weer terug te leiden, maar dat is weer geschiedenis. Dat is niet zo heel goed. Het verhaal waar Peter gecharmeerd van was en waar mensen af en toe niet begrepen. Hoe krijg je nou een broek, hoe ontstaat een broek? Nou, een broek, heel simpel, het is ongewassen product. Jeans is eigenlijk wat ik aan heb, dat is dit. Dit is ongewassen product. Niks sexy dan, het is gewoon een ongewassen jeans. Met verschillende kwaliteiten, je hebt verschillende sterktes, verschillende stoffen. Is vrij seksloos. Want ja, een beetje een sexy broek. Moet toch gewoon een beetje geleefd zijn. Ja, dat is de inspirator. Zo worden broeken ook verkocht in de winkel. Mensen zeggen dan door de rek, zeg nou, doe die maar, dat is leuk. Om mijn eigen merk te ontwikkelen heb ik inspiratie nodig. Ik kan twee dingen doen. Ik kan naar de concurrenten kijken en zeggen, nou, wat doen hun? Of ik kan het zelf gaan ontwikkelen. Mijn eigen bibliotheek van wassen. Ik zeg, nou, ik heb een idee. Ik laat mijn eigen boek maken. In samenwerking met een Nederlands of met een nieuw begonnen merk waar ik destijds voor werkte, dat heet Denim. Denim & Butcher Collaboration. Samen een broek ontwikkeld, 100 stuks. Die broek verkocht ik voor 200 euro aan de klant. Met daarbij een paspoort. Wat was de klant zijn bedoeling? Je draagt de broek en ja, je wast hem niet. Slecht voor de wassen, dat wordt niet mooi. Wast hem niet. Hangt hem buiten, je mag hem spoelen. Je wast hem niet. Zeepsop is niet zo goed. Maar je wast hem niet. Daar kan ik verder op ingaan, maar dat is eigenlijk hoe mooi een broek gaat bloeden en hoe het karakter krijgt. Daar is het bijna. Afijn, ik geef de klant een afspraak op papier. Ik koop het broek voor 200 euro. Ik krijg van mij, als je na een jaar inlevert en hij is gedragen. Dus niet, ik had het nieuw en ik kom binnen aan lopen. Nee, hij is gedragen. Ik zie het vrij. Krijg je van mij 300 euro een cadeaubonnen terug. Van de winkel. Waarom? Vertel ik jou van ja. Interessant. Dus een jaar later, ik heb een mailinglist gemaakt. We hebben bijgehouden wie de broek kocht. Je krijgt een paspoort, daar gaat je naam in. En jij houdt een beetje bij in dat paspoort
waar je zo al heen gaat, of wat je met die broek doet, een beetje romantiek. Je gaat een concert, je gaat op vakantie, je ligt ergens in de struiken. Enfin, het kan allemaal, met die broek. Leuk verhaal. Of je doet, na een jaar heb je oproep gedaan aan alle mensen die broek gekocht hebben. Jo, we hebben een comeback day, kom je broek inleveren? Ik hou hem aan mijn woord. Wij keuren hem, als het goed is, krijg je 300 euro cadeau, maar alsjeblieft, certificaat. Mijn broek is mij. Zo ook de heer Ros. Het zal niet zo zijn dat ze geld terugkrijgt. Hij dacht natuurlijk van, hey, ik krijg geld terug. Ik denk, nou. Peter heeft een vrij intensief en niet gewassen gedragen. Niet gewassen? Nee, dit is dus eigenlijk hoe je dus na een krachtige broek. En wat er mooi is, je ziet hier de iPhone van Peter. En je ziet al dat hij dat altijd zo raakt. Dat is het karakter van de broek. Maar het is heel gek. Het gekke is dat je dus heel veel karakterverschijnselen van mensen en de manier waarop ze hem indagen ziet. Dit is mijn loper. Die komt er doorheen. Dat is de boetje haak. Dat is eigenlijk mijn schoen. Dat zie je nou niet. Nee, dat zie je niet. Hij zit hier ook in. En hij komt hier doorheen. Dit is de nieuwe. Maar dat ga ik je zo vertellen. Dit is de nieuwe. Dat komt. Er zit een systeem heb ik in bedacht dat je dus door de broek heen drukt. En dat zie je, dat voel je niet, dat merk je niet zo, alleen dat is precies zo. Daar zit hij. En die drukt door het slijten drukt hij erheen. Dus je krijgt de eigen de creëert eigen logo. Hoe hard je de broek draagt. En hoe langer je broek draagt, hoe meer je het logo kan laten zien. Dus iedereen wil dat logo laten zien op een gegeven moment. Ik draag de boetje erop. Dus hij gaat hem dragen. Dus het wordt heel intens gedragen, dus het product gaat sneller. Nou, dat is dus het verkoopverhaal erachter. Wat gebeurt er nou? Oké, ik heb dus 30 van deze broeken terug. Met allemaal, ik heb een paar meegenomen, allemaal eigen verhaal. Ja? Deze. Ja? Kijk nou. Lastig. Maar kijk nou, ik heb even ook een paspoortje. Dit is, ik ken ze een paar uit mijn hoofd. We zijn bezig met een ander. Hij is Dennis Meer, ja, Dennis Mensen. Ja. Dennis is intensief drager, heeft heel intensief bijgehouden dat hij zijn hond uitgelaten heeft, dat hij voor zijn vriendin af is. Ja, echt maar, er zijn echt bizarre leuke vragen. Ik kan me herinneren dat Peter het moeilijk had om afscheid te nemen, de laatste keer dat hij gitaar ging spelen en dat ze had een nieuwe Green Egg gekocht. Dat weet je dan omdat je die boekjes doorgenomen hebt. Dus elke broek, 30 stuks. Waarvan wij zeggen, nou, daar zit een karakter in, daar zit een verhaal in, daar kan ik wat mee. Als ik ooit naar de fabrikant ga en ik zeg, ik wil die wassen. Want dat is het verhaal. Ja, ja. Ik ga naar de fabrikant met mijn nieuwe broek. En dit is de geboorte van mijn nieuwe broek, dit is Butcher Broek. Dit is mijn eigen eerste zelfstandige broek, ik aan heb. Dan ga ik naar de fabrikant en dan zegt de fabrikant, ik zeg, deze? Wil ik in. Deze kleur. Met het detail van de iPhone. Ja. En zet het van mijn kant in het Chinees, Japans. En hoe heet die broek dan, zeg ik? Ik zeg Peter Ross. En dan is zijn broek dus. Dan wordt die broek dus. De wassing heet 037. Wat linkt aan. Moet je ook paspoort bij de broek inleveren? Ja, maar dat is mijn vraag. Dus dat is, maar dit is, in dat traject zit ik dus nu. Deze is geïntroduceerd anderhalf maand geleden. Alleen verkrijg ik in mijn winkel in online. Heel kort, niet naar andere winkels. Voorlopig heel kort houden en zorgen dat daar een olievlek ontstaat. Dat is ook de marketing toe achter dit verhaal. Komt nog door middel van, kan ik je zo laten zien. Een boek met me bezig ben over dit verhaal, over de achtergronden van de mensen die hem gedragen hebben. Even kijken of ik. Dit zijn de eerste dingen waar we nu mee bezig zijn. Dit is de terugkomdag. Dit zijn de mensen die de broeken gedragen hebben, de jongens meestal. Dit is het verhaal achter elke broek, gedetailleerd, maar ook met
het vrouwen van de agenda's, de kreten, wat er kan een hele mooie verzoek. Maar dit is het, ik ben hier midden met, met iemand bezig om het fijn te doen, dus dit is even een test. Kijk, dit verhaal van deze jongen, geboorte, sterfte, trouwerij, scheiding, alles in dit boek. Die jongen heeft dat allemaal meegemaakt, heeft het ook beschreven in het boek. Dus het wordt een soort karakter. Zijn broek en zijn verhaal wordt een karakter. Daar wil ik ook een expositie mee gaan doen. Dus om even terug te komen van, waarom geef ik geld? Waarom koop ik iets terug? Ik koop iets terug omdat ik er materialen heb om mijn vervolgproduct te maken. Mijn marketing te maken. En misschien wel een stukje cultureel in te vullen. Het cultureel over een broek, het stukje... Ja, zeg het maar. Ik weet niet wie erin geïnteresseerd is, maar ik vind het... Het zijn stuk voor stuk verhalen van mensen. En ik vind het, voor mij is het een soort kunst, maar het is mijn werk en het is mijn passie en het is mijn ding. Maar het geeft wel aan dat je met iets op de lange termijn bedenkt, dat het een hele lange werking kan hebben voor de toekomst. En dat is een beetje, denk ik ook dat jij wil horen, Peter. Hij is 100% En dan heb ik nu dus dat geld allemaal teruggegeven. En als ik het nu ga terugrekenen in de toekomst, dan is dat dubbel en dwars waard. Want die broeken komen straks achter glas, als mijn merk 10 jaar oud is. En dan staat daar het begin van mijn verhaal. Denham is degene, dit zijn de eerste collaboration. Denham is een merk in Nederland. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat de associatie was met de Haamse weg. Maar nee, dat is echt dat Denham. Dat is helemaal niet zo gek. Ze zit aan de Haamse weg nou. Dat is helemaal niet zo gek gedacht. Dat vond ik ook. Nee, Jason Denham is een ontwerper uit Engeland, van Nederland. is een grote jeansontwerper, een van de grootste die we hebben in de wereld. Dat wist ik niet, dank u wel. Ja. Nee, maar geef, maar ik heb voor hem. 3 jaar lang hebben ze mij ingehuurd als consult voor sourcing. Okay. En hij komt toen ik daar weg ging, zei ik, ik ga mijn winkels concentreren, zei ik, weet je wat, we gaan samen collaboration doen. Ik zei, nou, dat is leuk. Zo is dit ontstaan. En nu heb ik, doordat ik met hem gewerkt heb, heb ik ook weer geleerd om contacten te krijgen in de wereld van jeans. Bij wijze van spreken, morgen vlieg ik naar Parijs. Om zie je dat hebben? Wij gaan samen naar Parijs. Zeg, vraag of hij de SE achter zit. Den Hamse. Den Hamse. Ik hoor nog wel, ik voel een conceptje ontstaan. Hè, Bob. Nou, kijk, het conceptje, ik ben er wel eigenlijk wel. Het is best wel een druk conceptje, maar het Denham verhaal is voor mij, dat is echt een apart, daar heb ik dus ook niks mee te maken. En dat is ook een apart merk. Hij heeft me daar wel een start mee gegeven. En het is nu echt Butcher Blue. En Butcher Blue zou. Dat wordt echt een apart merk, maar wel heel langzaam. We zijn bezig met t-shirts nu voor de januari. We zijn bezig met wassingen, want niet iedereen zit te wachten op een ongewassen broek. Dat is in het begin ook de eerste week ook niet fijn. Het is best puristisch. dus wij zijn ook, ik ben bezig, de eerste wassing, de eerste wassing van de inspiratie van dat hele project is al, zijn al ontwikkeld. En die heeft dus al een nummer en dat is nu in volle gang en dat wordt, ik denk februari niet verwacht. En die fabrikanten zijn zo slim dat ze je echt iedere ontworpen wassing kunnen maken? Nou, je moet wel een fabrikant weg. Sommige fabrikanten, je hebt verschillende fabrikanten. Je hebt fabrikanten die heel goed kunnen wassen, je hebt fabrikanten die heel goed stof kunnen. Deze stof is Japans. Japanners zijn koningen in het ontwikkelen van kwaliteiten en het bewaken daarvan ook. En die zijn eigenlijk koningen in de jeanskwaliteiten. Men denkt dat Amerikanen, dat is totaal niet waar. Japanners zijn mijlen voor. Op de rest heb je China. China heeft een heel groot productiekanaal, dat nu natuurlijk ook nog eens een keer heel veel voorrang leent aan hun eigen productielanden. Of eigenlijk aan China, omdat China heel goed gaat en de Europese landen A te laat betalen, fijn aantallen ingeven. Dus die komen op de tweede plaats. Het is een heel spel aan de gang. Op dit moment in deze wereld komt heel veel productie terug naar Europa, Turkije. Portugal heeft geen jeansproductie meer op tops. Maar dat merken we ook. Ik verwacht ook, en dat is mijn verwachting,
Ik denk zelfs dat we zo ver gaan dat we zometeen in Nederland weer zelf kunnen produceren. Maar dat is een gedachte van mij, omdat wij onder andere niet meer, China zit niet meer op ons te wachten zometeen. Dus je gaat denk ik zometeen weer terug naar eigen productie en eigen arbeid. Maar dat is... Als je nog inspiratie wil doen met crowdsourcing, die is vorig jaar is een hele boek over uitgekomen voor de B2C concept. Dat ik er niet meer prijs kon door twee jongens, ik ben de naam even kwijt, maar het gaat wel echt puur nog over crowdsourcing. Dus als je daar nog wat mee wil, kan je wel kijken of je dat voor je kan achteraan doen met een paneel of Twitter. Leuk. Ik ben heel slecht op Twitter, maar ik ben op Facebook wel actief. Nou ja, Facebook wel. Dat is goed. Gewoon even kijken. Leuk. Ja. Sta je open voor een instroommodel waarbij mensen bij jou komen met hun jeans en een eigen paspoortje, dat je dan korting kunt geven op de eerste boetje? Bestaan in jeans? Kijk, het verhaal is wel aan dit verhaal mijn meeste aantrekt. En als ze wel een jeans komen, dan kun je de eerste video geven bijvoorbeeld. Ja. En pas dus een paar jeans, maar ik ben ook erg van consumeren en pas kopen wanneer ik iets nodig heb. Maar dat maakt dat mijn kleding gewoon verhalen heeft. Ik zou het interessant vinden in te stoppen in jouw concept, als ik ook bij jou zou kunnen komen met een jeans die niet in jouw brand per se is geboren. Dus even als je goed begrijpt. Maar om dan gewoon pas met een bob jeans dit te kunnen doen. Maar dat doet hij al jaren hoor. Ja, precies. Dit doet hij al jaren. Ik heb wel eens eerder een spijkerbroek uitgetrokken. Ja. Nee, je bedoelt terugnemen van broeken? Ja, dus... Ja, ik doe dit al. Ik doe dit al. Ik heb een helemaal... Dat bedoel je toch? Of ja. Niet? Dus dat ik niet met jouw jeans moeten beginnen om een paspoort te creëren, maar dat gewoon met mijn jeans. Dat is wel... Het verhaal wat ik bijvoorbeeld... dat is een heel leuk verhaal. Ik hou me gewoon van oude dingen kopen. Meubeltjes, stoeltjes, dingetjes, van waar ik inspiratie krijg. Dus ik ga dan het land door en ik was in België. En mijn man die heeft 2-3 loodsen vol met van alles. Maar ook filmsets, zo gek als je bedenkt. En hij is zo gek als een deur. Maar een fantastische kerel, dus je komt daar binnen, heel geïnspireerd. En daar loopt er een jongen rond. En die loopt er in een Levi's. En zo mooi, oud. Dus ik kijk er gewoon en ik zeg... kan ik je broek kopen? Ja. Die is nog gekker. Dus ik zeg, nee, dat merk ik echt. Allee, maar meneer, ik heb het niet zomaar... €100. Oh. En als het waar gebeurt, dan staat er een paspop met een setje aan van een stewardess. 60 jaar. Hij doet zijn broek uit, belt en hij trekt dat rokje, lange rok van een stewardess. Hij loopt naar zijn bus, gaat in zijn bus zitten en zegt... Allee, dan ga ik eerst naar huis, hè. €100 is het dan. En weg. Ik heb die broek. En heel veel mensen zeggen, ja, is dat een oude broek ook? Maar dat geeft ons weer, wij, dat is inspirerend om dat te doen. Om mooie, wij kunnen volwassen, want het mooie is, als je mij in de winkel komt, in de paskamer, in de mannenwinkel, hebben we allemaal gedragen broeken. Alle jongens echt in de jeans in Nederland, en dan praat je over toch de jongens van Rode Winkel en echt jongens die echt in de jeans zijn, dragen bijna geen wassen. Allemaal dit. Net zoals ze oud zijn. Maar ik ga vanaf nu ook geen jeans meer wassen. Nee, maar gewone jeans moet je trouwens wel wassen. Kijk, dit is hoe ouder dit gaat bloeden. Maar als je gewoon een gewassen jeans, ja, het is een gewassen, dan gebeurt niet veel anders meer mee. Maar het is een concept. Je zal zien dat wij doen ook oude Levi's. Ik heb wel eens actie, leef je oude broek in. Krijg je 1500 terug voor jouw broek. En die oude Levi's die worden weer gerecycled. Dus die gaan naar projecten of naar de kledingbank. Weet je, dat zijn allemaal wel goede dingen. Je ziet dat ook steeds meer gebeuren. Mensen kopen. Wij geloven wel dat je kwaliteit. Kijk, mensen, jij zegt nu consumeren en zo. Dat, wij geloven wel, wij zijn wel jeanskenners en wij willen wel zorgen dat we mooie producten verkopen en goede kwaliteiten. Want goedkoop is nog steeds duurkoop en dat is met jeans echt zo. Ik koop mijn jeans voor €39,95 anywhere, jeans overal. Maar dat gaat stuk, dat is rommel, dat wordt door goedkope mankracht gemaakt, kinderen. Weet je, ik ga zelf naar de fabrikant toe kijken wie aan mijn broeken zit. Dat is echt wel belangrijk. En is die broek maar iets duurder, dat is dan wel zo. Maar het moet wel eerlijk gebeuren en dat wordt steeds meer een issue. Gelukkig.
Dus als ik in een nette spijkerbroek wil lopen, dan moet ik gewoon een broek kopen. Dat zou ik wel aan. Ja. Sowieso moet je een spijkerbroek wat opkopen. Maar ik heb zo gewoon een goede spijkerbroek is gewoon te verkrijgen met €100. Hoor. Dus ik bedoel, in onze beleving. In onze beleving. En je hebt ze ook, en ik heb ze ook wel eens van. En dan ga ik commercieel worden van 69, maar dat zijn aanbiedingen dan. Die zijn wel kinderen? Nee, dat is niet. Nee, dat zou ik denk dat daar een hele grote. Dat zou hele grote. Dat is wel een controle op. Bij de merken wel. Maar ik denk als je kijkt naar wat er af en toe geproduceerd in de massa, dat je daar. Je kan zo'n behoorlijk spijkerbroek verkopen voor €19. Vanavond. Volgens mij beleven. Hey, ik vond het super cool verhaal. Ja, dat was het. Bob, online bedankt. Nogmaals. Wat ik het leuke vind is dat. Wij hebben het dan vaak over social media en over content marketing. En dat je het echte verhaal moet vertellen. En dit is nou echt zo'n verhaal waarbij ook zeg maar ambassadeurs voor je merk gecreëerd worden. Zo wordt het verpakt trouwens. Ja, en dat doet van Bob ook nog een recycled tasjes. Sportje ook een boetje. Nee, tasjes zijn trouwens. Dat zijn eigenlijk de knallen van Engeland. En die kost het nou eigenlijk al lang niet. Maar over 6 jaar hebben wij het Bobmuseum. Oh, maar dat is het wel. En dan, als je bij mij een keer in de winkel komt, dan zou ik je best wel rond willen leiden. Want er zit heel veel in wat museum kwaliteit heeft. Nee, maar er zit ook jouw verhaal in jouw passie. Ja, maar ook als je dat heel veel vindt, product in oude legerjassen, oude pakken. Okay. Het zit er wel in. Ik vind dat winkel een beleving moet zijn. Want wij als winkeliers hebben gewoon op dit moment heel veel te maken met internet en we hebben heel veel te maken met een overbewinkeling. Dus wij zitten op dit moment, zit er best een grote butchering aan de hand. Ja, zeker. Dus er is een hele hoop, er zal heel veel gaan verdwijnen in onze tak van sport. Retailen is meer dan alleen een winkel doen, het is zorg dat je een pretpark hebt. En als je een pretpark hebt en je hebt een jaarpark, je gaat 2 keer een pretpark en je komt de derde keer, dan kijk je rond en als er niks veranderd is en er is geen nieuwe attractie bijgekomen of het is een zootje, dan ga je niet meer, snap je? Dus je moet altijd zorgen dat jouw pretpark nieuwe attracties heeft en dat die schoon en perfect is. Dat is de key, de enige manier waarop je op dit moment kan retailen. Nou, volgens mij, volgens mij is dat de enige manier. Ik zit in Hoogland. Ik bedoel, er komt zaterdag geen winkel publiek aan. Maar waar ligt dan de grens, Bob? Want als je dat in jouw markt zelf oprekt, dan concurreer je ook met de dierentuin Amersfoort, bij wijze van spreken. Je vindt een attractie. Nee, ik ga de dierentuin Amersfoort, ga je niet. Consumeren van kleding gaat erheen om ik wil extra beleving toevoegen aan dat jij een shirt of broek gaat kopen. Als man zijn helemaal. Vind jij het leuk op zaterdag met je vrouw te gaan winkelen? Nee. 90% jij wel. 90%. Peter is meer homogene. Echt mannen. Metroman heb ik ook. Peter is een sjaaltje. Maakt me. Is allemaal niet zo. Maar het feit is wel, zoveel procent heeft er helemaal geen zin in. Dus je moet zorgen dat je die man kan overtuigen om het wel leuk te maken. Dus dan probeer ik. Ja, ik ben wel met je eens. Ik ben vorige week vrijdag naar de pakfabriek geweest in Hilversum. Misschien keer dat concept. Die jongens maken maatpakken voor een mooie prijs. En dan ga ik dan heen en dan laat ik me ook aankleden. Dan geef ik even goed geld uit. En dat mag dan op zich wel leuk zijn. Ik bedoel, het hoeft niet. Of het echt een show is, weet ik niet, maar dan ja, zo een soort van fun shopping. Dan geef ik gewoon eens in de zoveel tijd geven goed geld uit. Ja, maar je hebt wel het gevoel dat je. Ja, je voelt het plan, ze hebben leuke spullen. Ja, je gaat met goed gevoel deuren, ja. Toch? Ja, je bent blij als je daar weg gaat. Zijn maar als je de volgende keer komt en je komt daar weer, een tweede keer, een derde keer, en je ziet niks veranderen in die. Ja, dan ben je klaar, dan ben ik dus je. Dus dat is het moeilijkste op dit moment. Ja. Dat je, en internet gaat heel snel, dus als winkelier moet je ook snel zijn, want als je niet snel bent. Je kan niet zo snel zijn internet, maar je moet wel doorgaan. Maar doe je ook dingen naast? Ik denk van op internet of juist niet? Ja, we hebben onze site bestofbrands.nl kun je gewoon. We hebben elke 2 keer, 3 keer in de week een set of the day. Mm-hmm. En dan kun je die set ook bestellen. Maar geloof ik.